Staat zonnetje erop, ja? Oh, fantastisch weer toch weer. We hebben wel een goede dag bij in elk geval. Oh, heerlijk, joh. Heerlijk. Aan het weer zat niet liggen. Nee. En aan ons ook niet. Wij zijn altijd zonnetje in huis, toch? Ja. Jij wel. Of ik er wel ben. Ja, ik ben toch ook, jongens. Hallo. Oh. Ik ben toch ook het zonnetje in Wat huis. Wat is dat? Oh, dat is Matthijs. Dat is ook zo. Matthijs, die zat nog steeds in de boombutsen. Goedemorgen, Mio. Hey. Goedemorgen, heren. Ja. Hallo. Jij zit binnen, hè? Ja, zeker. Nou ja, nog achter wel, de computer. Hoor. Maar, ik denk dat ik deze hele installatie naar buiten ga verhuizen vandaag. Oké. Okay. Heb je al wat? Nou, eigenlijk niet echt. Nee. Nee. Oh. Nee. Nou, dat is het mooie van dit programma. Goeie bijdrage. Stap er gewoon in. Ja, precies. Gaan we de provincie in. Ja, gewoon kijken of we tegen zijn. Gaan we lekker werken. Zullen vandaag eens een keer een beetje omhoog gaan? Omhoog? Ja. Die, zo? Ja. Oké. Okay. Nou, gaan we. Mooi. Yo. Matthijs. Mooi. Blijf maar mooi bij, Daniel. Ja, blijf wel lekker in de buurt. Gezellig. Nou, Matthijs, en halen. Nog steeds verliefd? Ik ben nog steeds verliefd, inderdaad, ja. Mooi zo. Ik ook. Vissertje. Snelheidscontrole. Hoe hard rij je, Ronald? Ja, met deze bus rijd je nooit zo hard. Het is wel een zomers plaatje zo. Zo wordt er gezongen op zo'n dag, hè? Ja. Op Vaderdag trouwens. Oh, dat is waar, ja. Klopt, ja. Het is Vaderdag. Hoe begon bij jou de Vaderdag? Goed. Het begon ermee dat ik gisteren eraan herinnerd werd dat het überhaupt Vaderdag was. Dus dan kon ik dat nieuws nog gauw even doorspelen naar mijn kinderen. Ja. En nou, die hebben er een feestje van gemaakt, hoor. Oké, okay, ja. Wel. Ja, want veel geknutseld zal er niet zijn op school, hè? Nee. Denk ik. Nee, hebben jullie er op school iets over meegekregen? Waar gaan we over? Over Vaderdag? Nee. Nee, hè? Wat hebben jullie gedaan voor papa? Vanmorgen? We hebben pita broodjes warm gemaakt. We hebben een sausje gemaakt. Gewoon van tomaat en chili. We hebben dadels neergezet. Heb je wel aan papa gedacht? Ja. Ja, want je hebt de liefste papa van de wereld natuurlijk. Ja. En nu dus lekker aan het zwemmen. Nou, je bent enig. Ik zag jou met een duikbril op. Ja, maar ze zijn lek, dus dat is een beetje... Oh, dan helpt het niet natuurlijk, hè? Nee. Is het water niet veel te koud? Nee. Dan vind je wel een bikkel, hoor. Want zo lang staat de zon er nog niet op, natuurlijk. Op het water. Jij vindt het lekker warm. Ja. Vanaf februari zit ze al te zeuren dat ze hier het boterdiep in wil. Ja. En ik zei elke keer van ja, het zonnetje dat schijnt 5 minuten. Maar dat heeft voor dat water nog niet zoveel effect. Dus een paar maanden geleden sprong ze voor het eerst in. Toen heeft ze het gemerkt ook. Dus dit is allemaal, het is peulenschilletje, joh. Dit is heerlijk. Ik wou net zeggen van, dit komt de tweede Ranomi Kromi Jojo. Het lijkt ook een beetje op, ja. Toch? Ja. Want jij springt erin, zag ik elke keer, hè? En dat doe je gewoon vanaf deze plek aan. Nou, je kan ook vanaf de brug. Daar is ze nou. Oh, daar is ze weer, gelukkig. Ja, ik vind persoonlijk altijd doodeng. Ja, want je weet nooit wat iemand van zijn brug heeft gehoord, hè? Als een fiets van je gehoord of zo. Ja, klopt. Is er echt zoveel kapitein hier, hè? Ja, ik heb een bootje aan jou. Oh ja? Ik heb de hengel even wat langer gemaakt. En kijk nog ook met je kinetic view en zo. Oké. Okay. Goeiedag, Jan, wie hem alle tiet? Jan, alle tiet. Tiet aan jezelf, zeggen ze wel eens. Ja. Langste dag. Klopt, dat, ook nog zo. Dat is ook zo. Het is ook nog de langste dag. Wat voor gezelschap is dit? Dit is een. De grootvader met dochter en gezin. Het is Vaderdag natuurlijk. Ja. Heeft dat? Ja. Dit is een vader. Ik heb een t-shirt gekregen. Ja. Want dat is natuurlijk de liefste vader van de hele wereld, hè? Ja. Ja. Lekker ontbijtje vanmorgen voor papa gemaakt. Nee. Dat hebben we nu net begonnen. Oh, die hebben jullie hier op de boot. Oh, ik zie het. Inderdaad. Lekkere broodjes mee. Oh ja. Ja, en dan gaat de reis naar... We gaan naar het Reitdiep, en daar kun je lekker zwemmen. Zijn, hè? Mijn trots allemaal. Ja, hè? Ja, dit heeft hij allemaal voortgebracht, om zo maar te nou, zeggen. Nou, hè, zeg dat wel, hè. Ja. En stond er nog wat bijzonders voor open op het programma vandaag? Ik heb wel een cadeautje gehad. Maar die heb ik niet bij me, dat drinkt me een andere keer op. Dat drinkt u een andere keer op. Ja, nuchter op het water is ook belangrijk, hè? Nuchter op de boot, ja. Ja, nuchter op de boot. Maar jongens, maak er een mooie dag van. Ja, goeie assistent. Ja, daar gaan we. Ja. Doei. Hallo. Ik was zo nieuwsgierig waarmee je bezig bent. Is dat nog steeds dat spelletje Pokémon? Nee. Nee, wat... Of was je heel iets anders aan het spelen?
Ja. En wat dan? Nou, ik weet niet echt hoe het heet. Oh, het is gewoon een spelletje. Ja. Ja, en moet je daarvoor buiten zijn of sta je gewoon zo toevallig? Nee, ik sta hier gewoon. Oh, je staat hier gewoon. Heb je papa nog verrast vandaag? Ja. Waarmee? Met een autosleutel. Of is jouw papa daar toevallig? Nee. Nee, dat is jouw papa niet. Nee, nee. Dat is heel iemand anders. Mooi. Ja. Zet hem een rek- en strekoefening te doen of zo. Ja, dat is de sport. Ja. Daar houden wij ons verder van vandaag. Zullen we die een keer overslaan, ja, of niet? Ja, precies. Follow, follow the sun, and which way the wind blows, when this day is done. U bent met iets bezig waar ik heel nieuwsgierig naar ben. Voor mij was u bezig met de mierenpoeder. Ja, mijn echtgenote, die kan geen mier meer zien. Nee. Nee. Want wij hadden het erover al in de auto, Jan. Ik heb heel veel last van mieren. Jij hebt heel veel last van mieren. Ja. Het blijkbaar is een goed mierenseizoen. Schijnbaar. Ja. Ze vreten bijna je huis op. En vooral achter, dan, de tegels die gaan mee omhoog. En ze vreten zelfs het hout. Vreten ze op, dus kortom... Dat is wel heel erg. Ja. Ja, heel erg. Ja. Maar voordat mijn huis helemaal heb opgegeten, dan gaat er enige tijd overheen, denk ik. En dan maak ik niet meer mee. Nee. Nee. Maar nou, waar is uw vrouw dan? Want zij heeft daar speciaal poeder voor. Het is wel leuk dat we dat nog even zien. Dus. Ik zal mijn vrouw is camera schuw. Oh. Dus ik zal even vragen. Dat is echt een ding, Jan. Hè? De Kees luistert ook nog. Kijk, sorry. Ja, dit is een echt probleem volgens mij. Dat is echt een probleem. Ja. Je hebt meer interesse voor de hond. Ik ben echt een dierenliefhebber. Dat, ja. Kijk, mijn vrouw is nog in de pyjama. Oh, vrouw is nog in de pyjama. En ik denk, voordat iedere Groninger er aanstoot aan neemt, dan dat wil ik maar liever niet. Nee, ik heb haar gezien, ik vind het wel een mooie pyjama. Ja, vind ik ook. Ja. Ja, ja, er is helemaal niks meer bij. Ja. Waar zitten hier de mieren? Want hier was hier ook aan het poeren, geloof ik. Hè? Nou, daar in die hoek daar. En achter. Kees, ga je mee? Kees. Kom, Kees. Ja, mee. Ja hoor. Hey, Kees. Ja, geen bal. Oh, ik zie het al. Ja. Ach, allemaal poeder. Ja, dat heb ik gisteren gedaan. Ik denk, ik moet maar zomaar weer beginnen. Ja, en dan komen ze tussen de stenen door en dan gaan ze naar binnen toe. Het is ook dat. Ja, het is zo van dat... aan de binnenkant vind je gewoon een hoopje zand. En dat is veel last van. Veel last van. Kijk, hier ook. Nou, horen we uw vrouw wel, maar we mogen niet filmen, mevrouw. Dat is heel moeilijk. Ja. Ook voor de kijker. Nou, maar dus, Ze mag het niet filmen. Het broodje is als je hebt, maar we mogen niet filmen. Ja, ja. Ik heb wel eens een trucje gehoord, Jan, met mieren. Je knijpt er één dood. Ja. En dan gaat de rest mee naar de begrafenis. Ja, dat is ideaal. Nou, we hebben alles geprobeerd. Kokend water, mierenspul en weet ik wel niet allemaal. Het is warm boos. Het is nuttig, die misschien wel. Ik weet het niet. Maar als je er last van hebt, dan is het lastig. Hij komt van links, Jan. Hij komt van links. Wie is dit? Dit is de Hendrik Nicolaas Werkman. Oké. Zal die band gestolen zijn of zullen ze ermee bezig zijn? Ik hoop het laatste. Nou, ga ik hem parkeren. Dan hoop ik wel, als we terugkomen bij de bus, dat de band nog onder zit. Ze beschermen hun autootjes ook al, zie je dat? Dat noemen ze een autopyjama. Een autopyjama? Ja, dat is geen grapje. En deze pyjama mag wel een beeld. Maar heb jij een mooie slof aan, ja? Ja, dat zijn de Dalmatiërs zeker. Ja. Ja. Hoe was het met papa vanmorgen? Goed. Heb je hem ook te vroeg wakker gemaakt? Nee. Nee? Hij was al wel wakker? Weet ik niet, want ik was bij mijn vriendin aan het logeren. Oh, dus je kon papa geen cadeautje geven? Nee. Moet dat nog? Ja. En heb je sleutels gemaakt voor papa? Ja. Wat dan? Boterkaas en eieren. Boterkaas en eieren. Een spelletje. Ja. Heb je dat op school gemaakt? Ja. Hebben jullie dezelfde papa? Ja. Ja? Heb je ook iets moois voor papa gemaakt? Ja, ik heb een schilderijtje met een auto erop. Want papa houdt van auto's zeker? Ja. Dat dacht ik al.
Wij zijn heel nieuwsgierig van wie de auto is waar geen banden onder zitten. Oh ja, ik weet het wel. Dat zijn de banden zijn weg. Ja. Van wie is die auto? Van de nummer 10. Dat was een ouderwetse bel. Niet heel duidelijk, hè? Nee. Misschien zit het wel in de achtertuin. Volk! Ze zijn er dus niet, maar iedereen kent ze. IJzer en Marjolein, hè, waar we net hebben aangebeld. Ja. En ze zijn aan het wandelen met de hond, zeggen jullie? Ja. En jullie hebben ze ook gezien? Ja. Ja. Dus het is best wel een bekend stel hier, IJzer en Marjolein. Ja. Heel erg. Heel erg. Nou, zal mij benieuwd dan. Ja. Ze lopen elke dag langs. Elke dag langs, met de honden. Ja. Ik weet inmiddels hoe de honden heten. Ja? Weet jij het ook? Nee, ik weet het niet. Muis en Pluis. Oh ja. Oh ja, Pluis. Ja, ik zie ze wel heel vaak. Ja? We hebben ook nog een kat. Die zit ook de hele tijd achterna. Ja. Nou, ik word nou wel erg nieuwsgierig. IJzer en Marjolein. Met Muis en Pluis. De halve buurt heeft jullie al aankondigd. Maar nou ging dat. Wie kwam aan met de bus? Ons vuil, het wolkje op Zunderban. Wie komt kinderen tegen? Wie zijn van wie zal die auto nou zijn? Ja, die is van ons. Doe best me veel meer bezig, hè? Ja, want ik heb alleen stiekem met hem gekeken. Oh. Ik heb een rondleiding gekregen. Hier hebben we tegenaan. Wie zei van, ben die banden stolen of zal ze bezig geweest? Hij is eigenlijk te old. Oké. Hij heeft heel wat beleefd. Hij heeft heel wat beleefd? Hij heeft heel wat beleefd. Spannende verhalen beleefd. Ja, ja. Ja, Willem is tegen half Noord Groningen mee doorgekomen. En dat autootje heeft overal lang gezeten. We hebben een verzekeringsmaatschappij gevonden dat ze ook een 16-jarige erin mag rijden. Oké. Dus jongens, dat is een ritter, hè? Ja, en dat is natuurlijk grappig. Ja, als een kloor is straks. Nou, hij heeft er al als hij niet rijdt. Hey. Hij is nou strand eigenlijk. Oké, hij is nou strand. Maar wat is er gebeurd, hè? Nou ja, er is een stukje afbroken aan de andere kant. En motortechnisch was er uitgevallen. Ja, hij is met zijn rijbewijs bezig. En daar staat al een Ford Astra voor hem klaar. Nee, Opel Astra voor hem klaar. Doe is hier veel meer auto's, hè? Zullen we er gewoon even langslopen? Ja, wie nou neemt een schouw? Want ik ben allemaal geparkeerde auto's. Het is oogst de vroege van, deze is van jullie? Ja. En nou krijgen we hier zo'n gruine. Ja, dit is een leuke smartje. Dat is een wagenauto. Maar weer in met krant. Komt er nog een auto? Telegraaf ligt er onder andere in. Maar die wordt dus ook krant met rijden. Dit is ook een wagenauto ook met krant. Dan hebben we nog een rode. Ja. Dat is een Astra. Ja, deze is overgenomen van onze dochter. Ja. Die wil hem nog sleut brengen, maar toen vond ik hem nog te goud voor. En Jan, als je die kan nemen op film. Ja. Van wel is die bus? Van deze ook van ons. Deze ook van jullie. En die auto met die pyjama aan, hè? Ja, dat is onze reserve. Dat is een reserve. onze reservewagenauto. Ja, want die krant die moet bezorgd worden. Ja. En als een van die bij het strand. Dan kunnen we dan reek naar huis met vrouw of zij met mij. De wegenbelasting is blieden met jullie. Ja, wegenbelasting is dood blieden met ons. Dit draait zo'n beetje alleen nog op ons. Ja. Ja. Motoren. Ja. Fietsen. Scooters. Hier heb ik twee van. En mijn vrouw is ook bezig met motorrijbewijs. Dus er komt zo nog een bij. Overal waar een motor in zit, daar vind je mooi volgens mij. Ja, zeker. Ja. En dan heb ik hier nog, Jan, staat nog een scooter. Ja, dat is van de zeul, hè. En dan hebben we nog een scooter. En Jan, kijk, zit natuurlijk ook een motor in. De buitenbootmotor. Ja, oh, god, ja. En koffiezetter, zit er ook een automoor in of een motortje? Ik voel hem aankomen. Is dat een hint? Is dat een hint? Ja, dat is een hint, ja. Ronnie! Goed al, hè? Ik hoor hem alweer. Ik ben er al, ik ben er mee. Hij meldt zich hier vanuit de broekzaak. Hem kijken hoor. Dag Matthijs, mooi. Hey, mooi. Hey, vriendje. Hallo. Jij hebt. Ja, goed, wij gaan lekker. En jij. Lekker. Ja, en jij maakt onze dag nog beter? Nou, ik heb nog wel een leuke tip van Jeffrey Kramer. Die is vandaag in Uithuizen samen met zijn kameraad aan het knutselen in de tuin. Daar wordt druk verbouwd. Een tuin. Volgens mij zijn jullie een beetje in de buurt en ze willen het wel laten zien. Dus we gaan eigenhuis en tuin doen. De allerlaatste aflevering. Helemaal goed. Nee. Dat was de allerlaatste aflevering van het populaire programma. Ja. Er zit altijd zo'n mooi deuntje onder, hè, van eigenhuis en tuin. Hè? Ja, zo'n tut.
Mooi. Van wie ben je een picknick? Ja. Wat dacht jij? Twee van die leuke jonge meiden, die zullen we eens even... Daar moet ik aan stoppen. Ja, jullie hebben wel wat anders te bedenken als dit. Nee, we zijn inderdaad dat plaatje. We zijn van dat... Ja, dat doen we met brood, hoor, in dit geval. Ja. Het mag. Het mag. Ik zie koekjes. Ja, zeker. Ja. Oh, u geeft er ook gelijk een. Nou, dankjewel. Dit is de dag, een beetje fietsen en gewoon op een bankje zitten. Ja, dat doen wij heel vaak samen. Ja? Ja, ja. We gaan nou naar Pieter Buren. En daar eten we... broodje met een kop koffie. Ja, ik ken nog grunnigs. Ik ben echt de grunniger. Ja, nee, wie ja, ik word een beetje in de weer. Het is een grunnig, ja, in Nederlands. Ja. Dat vind ik juist zo mooi om te horen. Ik praat het zelf niet. Nee. Maar hoe kom je weg dan oorspronkelijk? En wat denk je dan? Nou ja, dan zal ik zo zeggen van u het westen van het land of zo. Ja, ja. Ja. Oh, dat vind ik heel knap. Ja, en waar dan? Houten. Houten. En dan kom je in een grun terecht. Oh, dat is 50 jaar geleden. Wij hadden daar een boerderij en we wilden graag wat anders. En toen zijn we naar het noorden gekomen. Maar ja, het was heel triest. 7 jaar later is mijn man al overleden. Oh, dat is minder inderdaad. Ja, ja, ja. Maar goed, daar hebben we het nou niet over. We genieten nou weer opnieuw. Ja, maar je moet de droog weer afpakken natuurlijk. Ja, dat is altijd moeilijk. Ja, dat doen we ook wel, hè. Je bent je man ook al een poosje kwijt, begreep ik. Begreep ik net. 19 jaar. 19 ja. jaar, ja. 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 Nee, life is er uitkomen, Dan, denk ik, Dan. Nee. Of hij daar geen belang mee, Bie? Nee, handig. Bij die kerels. Nee. Nee. We zijn nou vrij. Kijk, we fietsen. Ja. Ja. Ja, je moet er toch zelf wat van maken. Ja. Maar ik geniet wel van jou altijd, hoor. Op die... Oh. Oh, ik vind... Dat is genieten van wie. Nou, mooi zo. Is het toch nog een kerel in je leven? Ja. Ik heb zondag geen nacht meer sterk. Moet wel oppassen. Maar dat zend je toch niet uit, hè? Twee van die oude mensen. Nou, wat dacht je? Nou, ik denk het wel. Nou, al die complimenten erbij en zo. Ja. 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 Oh, dit is goed voor de kieksievers, maar... Oh. Kijk, nou, het eigen huis, een tuinteam is gearriveerd, ja. We zijn er, hoor. Ja, goeiedag, hey, mooi. Ik pak even mijn schoffel erbij, hoor. Wel is Arnold. Dat ben ik. Hij doet best bezig met het zoenen, begreep ik. Ja, dat klopt. Hem jullie ouder dan nu. Ja, toen las ik in dat berichtje, het wordt heel mooi. Ja, daar had ik al iets van lezen op Facebook, ja. Wel het dat berichtje stuurt. Ik had er hem voor hen opgezet, omdat ze zo goed hun best doen hier. Ja. En dat vond ik zo geweldig. Hartstikke lief voor jou, nee, dat zou ik doen. Ja. Super. Kijk, we hebben een rondleiding in kring, wat er allemaal gebeurd is. Ja, ja, toch, maar loop maar achter de vrouw. Oh, loop maar achter de vrouw. Dat is jouw toevertrouwd. We hebben de tuin allemaal aangepakt, hekwerk helemaal omheen gemaakt. Hoe was het? De uitbouw was er niet. Die stond er niet. Er was een oude buikkeuken. Dit stuk hebben jullie erbij gekregen? Dit is nu de woonkeuken. En dit was eigenlijk tuin. Dit was de woonkamer. De vloer moet nog... Nou, kleine spulletjes kan je nog een beetje zien. Het was allemaal oud, bruin, groen. Echt van de jaren 60, 70 nog een beetje. Jullie zijn er trots op, hè? Ja, wat er allemaal gedaan is, hè? Absoluut. Ja. Maar er kan zo verschrikkelijk veel werken. Ja. Ik weet het. Ja. Dit zat gezin wezen, hè? Ik moet even tellen, hoor. En ging twee wichter in, joh. Ja. Oh, en, oh, wacht, ik moet de hengel een beetje inschuiven zo, want ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig. Hadden jullie ook goed en meegeholpen met het zo? Nee. Oh. Dat is duidelijk. En jij dan? Nee. Nee? En jij dan? Nee, niet zo. Ik dacht, nou komt een ja. Nee. Is een jonge dame of een jonge heer? Oh. Dat is een meisje. Maar dat is zo'n mooie tandjes, ja. Mooi, en hoe heet die jonge dame? Daisy. Daar, Daisy. Dit was eigenlijk huis en tuin. Allerlaatste aflevering was dit. Allerlaatste. Ik heb het toch wel aardig goed gedaan. Ik kan het programma wel overnemen. Zo. Maar dan moet je ook zelf mee helpen met klussen en zo. Mooi. Bestaat nog, hè?
Een uitnodiging gewoon op papier. Heerlijk, toch? Tenminste, zo kreeg ik hem. Niet via Twitter of social media of weet ik veel hoe het allemaal heet. Maar goed, een anderhalve meter concert, daar zijn we. Oké. Okay. Met een violiste. Maximaal 30 man. Uiteraard. En anderhalve meter. Houden jullie er allemaal bij? Ja. Of, We zijn uit. Jullie zijn uit? Ja. Ja, het kan. Ja, zeker. En we doen het ook. Ja, wel op afstand, hè? Maar dat doe je goed. Ja. U bent er weer aan toe, aan een beetje muziek? Ja, ik heb er wel zin in, ja. U bent degene waar we langs moeten. Ja, klopt. Ja. Dit is de poortwachter. Nee, iedereen is welkom. Dus, en het ontstaat eigenlijk toevallig dat iedereen hier gezellig staat te wachten. Okay. En eindelijk elkaar weer eventjes kan zien en spreken. Mag je zoiets onderbreken? Het is bijna klaar. Oh, het is bijna klaar. Oh, daar was het. Ja. Dat was het. Ik dacht, dit is een concert dan, maar jullie... Nee, wij repeteren nog. Maar wij willen nu eventjes ons zo voorbereiden voor het concert. Ja. Hoe voelt dat om op te treden nu? Heel fijn. Heb je lang niet opgetreden? Nou ja, stiekem hebben we toch een soort van gedaan. Ja. Omdat het bloedkruidwet niet gaan kan. Dus natuurlijk, concerten geven, dat doen we ons leven lang al. Als je het niet heel erg vindt, wij willen heel graag nu even naar achteren. We hebben nog maar 10 minuutjes. Okay, is dat goed? Ja, dat is goed. Meneer speelt mee. Ik plaag je niet te lang natuurlijk. Nee, dat is niet erg. Hallo, ik ben Maarten Jansen. Ik ben collega van Caroline. Ik kom uit Utrecht afgereisd vandaag. Een concert. Voor het eerst weer dat u ergens bent? Sinds lange tijd wel, ja. De laatste keer was in... Geppe was het? In het kerkje in Saaksumhuizen. Ja. Ook in de kerk toevallig. Ja. En daar speelde een gitarist. En nu prachtige klassieke muziek. Dus wij verheugen ons erop. Het concert begint bijna, dus we moeten stil zijn. Zeker. Die mensen komen allemaal speciaal natuurlijk voor deze violisten. Ja. Ik zou zo zeggen van, wij sluiten ons programma af. Dit was hem. Expeditie Grun. En volgende week zijn we er natuurlijk weer. En we gaan eruit met muziek. Dat dacht ik ook. Klassieke vioolmuziek. Oh.